sportverenigingen mogen alweer een week lang voorzichtig beginnen met trainingen. Zo heeft voetbalvereniging VV Maarsen de draad ook weer opgepakt. Was het moeilijk om de draad weer op te pakken met het trainen? Nee, helemaal niet. Iedereen had er weer enorm veel zin in. Dus dat is gewoon weer van als ouds. Hè? Van ouds. Ja. We gaan gewoon weer, alle kinderen zijn er weer en iedereen had er weer zin in. Dus dan pakken we de oefenstof weer van stal en dan gaan we weer. Merkt u dat de kinderen het hebben gemist? Ja, als ik ook naar mijn eigen. We zijn allemaal vaders, hè? Dus onze kinderen die lopen hier rond. En dan weten we ook allemaal hoe heftig het toch eigenlijk voor die kinderen is geweest om zo'n kleine 2 maanden thuis te zitten. En hooguit met een buurjongetje te spelen. Dus die hebben het zeker gemist. Als jonge koeien, zeg maar, die weer de weien mogen, zo blij waren ze. Ja. Heeft u het zelf gemist? Ook daardoor ook zeker wel. Ja, het is altijd leuk om voor zo'n groep te staan. Absoluut, ja. Je moet je nu natuurlijk aan bepaalde regels houden. Hoe is de sfeer nu tijdens het trainen met al die regels? Nou, ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, misschien is die zelf wel beter als daarvoor. Dat is misschien een beetje gek, maar we hebben nu een wat kleinere groep dan dat we normaal hebben. Dus de kinderen luisteren daardoor ook wel wat beter. Dat is het advies voor alle scholen misschien ook wel. Hoe kleiner de klas, hoe beter. En de maatregelen die werken wel. Dat helpt ergens ook wel dat er nu geen ouders langs de lijn staan. Hè? Die beïnvloeden de kinderen onbewust of bewust of wat hoe je het noemen wilt dan ook wel. Ja. De club houdt zich goed aan de RIVM-regels. Wat is er allemaal anders nu er wordt getraind volgens de RIVM-regels? Ja, alles is anders, hè. Ik bedoel, bij deze kleine jongens kunnen nog gewoon lekker een tijdje spelen. Maar tot 12 jaar kan dat. En we mogen geen wedstrijden meer spelen. Van 13 tot 18 moeten we 1,5 meter afstand houden. En de senioren mogen helemaal niet trainen, laat staan spelen. Dus het is wel, het is heel anders. En zijn er nog specifieke grote obstakels? Nou ja, wat je natuurlijk ook hebt, en dat is toch wel een beetje het probleem, is dat we de inkomsten van onze kantine missen. En het is natuurlijk hartstikke jammer dat je hier een prachtig sportpark hebt. En je kan er voor wedstrijden geen gebruik van maken, want er zijn geen wedstrijden. Hoe zorgt u dat de regels worden nageleefd? Ja, door zelf aanwezig te zijn, zoals je nu ziet, met ook achterop een duidelijke mededeling. En dat doen we met een aantal bestuursleden. Er zijn normaal gesproken, 's avonds, zijn er altijd 2 mensen aanwezig. Zodat er 1 toezicht kan houden en de ander voor calamiteiten iets kan doen wat dan op dat moment nodig is. En dat werkt eigenlijk heel goed. En wat vindt u ervan dat het allemaal weer is begonnen? Of nou ja, allemaal, dat jullie weer een beetje aan de slag mogen? Ja, als je dan ziet, die kleine jongens die horen gewoon eigenlijk lekker te kunnen voetballen en de anderen ook. En we hebben een prachtig sportpark. Hier hebben we een kunstgrasveld wat nog 1 jaar oud is. En daar kun je gewoon altijd op sporten. En dat moet je dan ook zoveel mogelijk doen.